Welkom allemaal bij weer een nieuwe video. Het wordt een interessante video, denk ik. Dat is natuurlijk altijd, althans, dat is wel de bedoeling. We hebben een ongeval, we hebben pech, we hebben nog andere beelden. We gaan de beelden ook afwisselen. Afgelopen woensdag is er een video online gekomen. Als je die nog niet hebt gezien, kijk er vooral even naar. Met een soort nieuwe stijl of zo van de video's. Ik denk dat het wel mooi is. Valentijn is daar ook in te zien. Toch, Valentijn? Jazeker. En ja, en een verrassing ook deze vlog. Hij schrikt altijd zo lekker, hè. Deze gaan we dadelijk ook gebruiken en jullie gaan zo zien waarom. Veel kijkplezier. Barendrecht met Tim, goedemiddag. Deze stormachtige maandag, want dat stormt toch wel redelijk. Gisteren was het ergens onder, maar vandaag toch ook nog een beetje. Zijn wij onderweg naar de A20. De A20 rechts 25-3 om precies te zijn. Dat is de hoogte van Schiedam. Er zou een ongeval gebeurd moeten zijn tussen 4 voertuigen. En ik had hem via de pager app al binnen zien komen dat de politie aanrijdend was. Dus nou ja, we zijn daar over 3-4 minuutjes en dan ga ik jullie laten zien wat er is gebeurd. Ik heb trouwens geen afstandsbediening, dus ik moet alles ouderwets met de hendels doen. Afstandsbediening is kapot gemaakt, morgen een nieuwe weer. Maar goed, dan lukt het nog steeds wel. We gaan die kant op. Dit portaal doet het niet met kruisen. Dus ietsje terug stonden er allemaal kruisen en nu hier niet. Achter ons de zwaailampen. Laten we even kijken hoe wat. Ik ga wel even de politie overnemen, want mijn grote auto valt natuurlijk meer op. Nou, Rijkswaterstaat is er ook al. Dan rijden we even door. Want dan heeft mijn. Heeft het geen zin dat ik hier sta. Trouwens, even iets naar achter. Want ik weet niet of hier nog. Hier liggen sporen. Ik weet niet of. Als er een onderzoek komt, sta ik daar niet zo handig. Maar dit is voor mij wel een serieuze. Oh, ik dacht dat jullie ambulance waren, joh. Dus ik denk zelf met wanneer. Zie je eruit als... Nee, je ziet er niet uit als ambulance. Ja, dat was leuk, man. Ja, echt. Morgen. Hey. Hallo. 2 stuks zijn het er, geen 3. Oh, ik kreeg zelfs 4 door. Oké, nou ja, er was de eentje die was gestopt om. Eentje van de werkverkeerbussie. Ja. Die boel afgezet en de andere ging kijken hoe het met die mensen was. Dus, nou, dat is vriend. Er blijven er maar 2 over. Maar dan wordt wel zo op, denk ik, als ik naar die weg kijk. Dat denk ik ook, ja. Hij heeft hier de vangrail ingeklapt. Ja, dat is wel te zien, ja. Ja, dit is een serieuze geweest, ja. Gewoon een troep, joh. Nou ja, heb je achter de vangrail geraakt. Jullie zijn al te snel, joh, maar niet normaal, hè?
Was je naar de Maasvlakte? Goedenavond. Was je naar de Maasvlakte? Ik niet, jij wel dan, of niet? Nee, ik doe geen zwaai. Nee, ja. Wij zijn volledig in de klaar, daar zo. Ja, ik hoorde het. Dat was niks voor mij. Maar deze hoeft niet met mij mee, hoor. Ze even te kijken, maar deze die kan gewoon zelf verder. Ja, maar door, ik weet niet hoe verder die geraakt. Ja, maar omdat die agent tegen mij zei, moeten er twee mee. Deze hoeft niet mee. Ja, deze wel. Ja, deze duidelijk wel, ja. Maar zo'n de vraag geen lijstje. Blijkbaar niet gestopt. Ze zeiden net inderdaad wel dat er even een mini stil stond voor ons. Oké. Okay. Maar ja, die heeft dan het even nu, omdat dat even een aangrijping kunnen zijn even op die verklaring dan, zeg maar. Maar die Citroën. Die hoeft met mij niet mee, hoor. Nee, precies. Die, dus dan, alleen dan, deze. Dan gaan we van 4 naar 1. Ja, toch? Ja. Beter. De, van wie is de Seat? Van u? Mag van u de sleutel? Of zit die erin? De sleutel zit... het zit er nog in, ja. Ja, oké. Okay. Die kruisers zijn hier niet lekker geplaatst, hè? Nee, dat... De kruisers zijn hier pas. Nee, daarvoor ook, maar de portaal is kapot. Klopt, man. Want ja. Dat is juist... Juist. Maar die doet het niet. Dus even kijken of hij nog wil starten. Nederland heeft zo'n 5000 militairen gestuurd. De NAVO-landen oefenen op verschillende plekken in Europa om ervoor te zorgen dat ze op elkaar zijn. Hij start in juni. In totaal zullen er bij. Zij je? Zij je plannen met de wegdek? Ja, die zullen wel gereinigd gaan worden, denk ik. Rij je helemaal naar de kleuter? Of niet? Oh joh, dat is aarde. Ja, allemaal aarde. Daar de vangrail eruit. Ja. Allemaal, dat hebt hij hier met dit kantje. Ja. Allemaal opgespoten en dat ligt nou hier over heel de weg heen. Ja. Maar ik denk dat hier gewoon er zo op voor komt. Die zuigt dan die weg weer schoon. Dan is het weer klaar. Is het klaar, precies. Ja. Maar voor mij kwam er geen onderzoek, dus dan mag ik ook gewoon door de sporen heen. Zou fijn zijn. Er kwam geen onderzoek, toch? Nee. Oké, dan ken ik gewoon hier doorheen. Echt veel troep. Hele wegdekken, allemaal blubber. Hier de vangrail geraakt. Serieus gegaan. Ja, die gaan we zo gelijk naar het fixen. Ja. Theo, pak even jouw bezem. Laat je hier geen zeel op voorkomen dan? Leg echt wel veel, hè? Ja, er ligt wel veel, maar ja. Kijk. Het is blubber, geen olie. Nee, daarom. Het is blubber en zooi. Dus als we dat vegen even naar rijst op 3, dus nu zijn ze 3 ook nog. Ik bel de aannemer gelijk. Dit moet toch nu gelijk gemaakt worden. Ja. Dus... Deze hebben klap gehaald, hoor. Ja, hij staat echt grom. Ja. Kijk, daarom. De aannemer komt toch. Gaan ze die geleider nog fixen, hè? Ja. En dan kun je op je gemakje de rest wegvegen. Dan gaan we rijst op 3 er toch uit. Ja, oké. Okay. Ik kom er even doorheen, want dan kijk ik alvast laden, ja? Ja, hier? Ja. Oké. Okay. Ik heb jou bezig gehad. Ja, jij mag dat. Nou, kom op. Ja. Yeah. Nee. Oh. Ja, mag ik? Ja, hoor. Yeah.
airbag heb echt een aparte lucht. Mensen die ooit zoiets hebben gehad met een airbag of zo, die weten precies wat ik bedoel. Het is apart. Oh, waar heb ik die sleutel gelaten? Hij stuurt alleen wat te zwaar. Dat één is. We kregen binnen als vier. Oh? Ja. Hij rijdt zelf. Ja, die kan zelf verder. Ja. Alleen kentekenplaatje is een beetje kapot. Ja. Dat is echt een kwestie van uitwijken deels eenzijdig dan of zo. Ja, ik heb echt geen idee wat er precies gebeurt. Ja, daar is die. Sporen die zie je echt. Nou ja, als je natuurlijk begint te tollen, is de kans groot dat je hem nog een keer raakt. Ja. En ik denk dat in dat hele gebeuren dat hij die auto heeft geraakt. Denk ik. Ik weet niet. Of die met de ambu mee moet op mijn lijn. Niet? Nee. Nee, maar ja, goed, omdat die erbij betrokken is, wordt dat natuurlijk automatisch. Is het meerdere voertuigen. Ja. Dit hangt allemaal vast hoor, voordat ik alles verlies. Ja. Want een stukje koplampje hier, mocht ik compleet willen maken. Ja. Ik zet even mijn lamp uit. Mijn condities niet weten. We moeten met hem marathons gaan lopen. Ja, gewoon. Jij is hier de fitte man, dan zie je maar weer hoe hard hij staat te bezemen. Man, man, man. Nou, zo zie je maar, geen schoonmaakploeg nodig. We kunnen het gewoon zelf af. Het leek veel meer dan het daadwerkelijk was. Dus de weg is zo schoon, alleen de vangrail moet gerepareerd worden. En dan kan de weg weer open. Nou, dat was dus een bijzonder ongeluk waarbij heel veel schade is ontstaan, maar gelukkig niet, geen gewonden. Ik heb het verhaal nog even uitgeluisterd. Er was de meneer van de Seat, die reed gewoon op de weg en er gooide opeens een auto zich ervoor, waardoor hij moest uitwijken. En met dat uitwijken is hij in de slip geraakt, heeft hij minimaal één keer de vangrail geraakt, maar ik denk zelf dat het meerdere keren is geweest gezien de schade. En de voorkant van een andere auto. Die had lichte schade, maar wel iets natuurlijk. Dus ja, daar moet ik wel even schade voor meneer invullen. We zijn beide meegegaan naar ons depot om daar de formulieren in te vullen. En ja, ik denk dat er met de Seat niet veel meer gedaan wordt. Met de andere auto daarentegen, die is nog wel te redden. Dus dat was hem weer. Op naar de volgende. We zijn onderweg naar een ongeval. Eentje bij de Heinoordtunnel. Daar heb ik eigenlijk nog nooit een ongeval gehad. Wel pechmeldingen, maar ja, bij mij is het nog nooit voorgekomen dat daar een ongeval was. Het zou volgens de melding om drie voertuigen gaan, dus we gaan eens even kijken wat er aan de hand is en dan zien jullie dat zo. Volgens de melding zou die in de tunnel staan, maar zoals jullie zien, zie ik helemaal niks in de tunnel. Dus er zullen ze wel op de vluchtstrook staan, net uit de tunnel, daar ben je een heel breed stuk. Maar ja, zie je, ze staan daar rechts samen met de vis. Hij heeft nooit gebremst. Met die hele kracht bij mij. Oké, misschien niet op. Nou ja, misschien een paar minuten, dan staan meer partijen. Maar ik val ze wel aan de gang zetten en ik heb van hem moeten.
Oké. Je hebt de mooie meegenomen, hè? Zegt u? Je hebt de mooie auto meegenomen. Ik vind deze leuker dan die D4. Deze heeft 70 pk meer. Dat weet ik niet. Ja, dat heb ik gisteren van Matthijs gehoord. Die was met die ID4. Hij zegt die heeft 200 pk en deze heeft 270. Oké. Maar wat vind je ervan? Leuk, maar niet praktisch voor ons. Nee, ik vind ook de uitstraling van de Toyota's mooier. Ja, meen je dat nou? Ja. Dat is echt een stoere ik auto. Absoluut niet eens. Nee, echt niet? Maar dat is ook niet. Ik vind die Toyota's die handbakken dingen. Nee, vind ik een mooie auto. Het straalt wat uit op, een stoere auto. Maar goed, waar ik voor kom, ik hoef niet zoveel te doen. Allemaal oplaaien. Nee, normaal niet. Maar dan ga ik gelijk verder. Ja. Ja, ik kan hier toch niet zoveel mee. Die zat er tussenin. Dus, ja, hij lekt niet volgens mij. Tenminste, ik zie niks liggen. Het logootje is er wel uit, maar ja, zover is hij niet doorge... Nee. Dit is jouw auto? Ja, hij rijdt nog. Ja, maar je had geen meldingen dat er lekkage is of zo van de koelvloeistof niveau? Nee, ik zag ook niks toen ik aankwam. Nee, goed, maar dan kunnen jullie gewoon lekker zelf verder. En dan, Kijk, jij zat er tussenin, hè? Ja, ik zat er tussenin. Ja. Mag jij beide formulieren invullen? Dan gaan we even de administratie, even de kentekens invullen. En dan gaan we even verder, want wij hoeven hier niks mee te doen. Oké, nou succes allemaal. Ja, nou jij ook. Ik ga weer verder, want ik hoef niks te doen. Nee. Ik zie je straks nog wel. Hoi. Succes. Hoi, werkzaam. Hoi. Hallo, met Tim Baandrecht. Hoi. Hoi, de A15 links en dan even kijken hoor, de 58 4 november staan een vrachtwagen stil. Ik kan wel even voor je vragen wat aan de hand is eventueel. Als je dat zou willen doen. Ja, ik stop er nu. Mag ik dan wel even een snelheidje van jou erop voor als ik uitsta? Okay, please go to the exit for your navigation because here is dangerous. You cannot stop here, okay? Okay. Hey, met Tim Baandrecht. Hoi. Hey. Die meneer had zijn navigatie niet goed ingesteld, dan stond hij even op zijn gemak te doen. Dus ik heb hem gevraagd of hij dat bij de afrit wilde gaan doen. Dat is een mooie betere plek. Ja toch? Denk het ook. Is goed. Ga ik snel de weg halen met de A17, 54, november. Helemaal goed. En heel erg bedankt voor het kijken. Geen probleem, tot de volgende. Ja, tot de volgende. Doei. Ik zie nou iemand zo snel invoeren. Wat je daar net zo. Ik heb net toch onderweg naar de zaak ruzie met iemand gehad. Toen reed ik ook op een baan zoals dit. Er was er iemand die rijdt dan heel de file voorbij om het laatste moment in te voegen. En dat je dat doet, dat moet je op zichzelf weten. Voor mij mag het wel. Het is niet netjes, maar goed, dat maakt niet uit. Maar wat je dan niet moet doen, is met als ik 80 rijd, vol in je ankers gaan om volgens met 5 in te voegen. Dat is echt levensgevaarlijk. Als ik, nou die wagen weegt 16 ton of zo. Als ik met 16 ton en 80 km per uur in je kom, omdat jij even snel de file voorbij wil, is niet handig. En ja, ik moet op tijd remmen en afstand houden, dat snap ik allemaal wel. Maar daar is natuurlijk niemand op berekend, hè, dat jij in één keer vol op je rem stand. We zijn bijna op de zaak en dan gaan we eens even kijken of jullie stemmen hebben geholpen. Of dat mijn contract verlengd wordt. Ik ben er stiekem niet zo bang voor. Ik denk wel dat het goed komt. Maar ja, het is toch ergens een soort van spannend. Ik ga maar door, mevrouw. Ik wacht op u. Dit is je nieuwe werk. Sorry. Nieuwe werk? Ja, ik kom. Koen! Ja, dankjewel. Oh, waarom ben je zo vrolijk? Waar natuurcentraal staat u? Nou ja, daar waar we leuk kunnen staan. Nee, dan doe je het goed. Jij bent gek. Nee, doe ik niet. Wat doe je allemaal? Ja? Oké. Okay. Let's go. Ja, we hebben publiek. Ja. De vraag van de week. Ga je nou dansen? Eindelijk? Nou, ga door met je vraag van de week. Kunnen wij buiten auto's en vrachtwagens ook andere dingen van de weg halen? Tractoren is bijvoorbeeld heel vaak de vraag geweest.
verwachten die mensen binnenkort weer een staking ergens op Malieveld. En weet niet, misschien een trekker uit de Benelux te halen. Ook die kunnen wij weghalen, want wij regelen eigenlijk gewoon alles. Maar waar... Weet jij toch trouwens? Ja, maar als je zo'n echte grote trekker hebt, zo'n landbouwvoertuig. Echte grote trekker, echte grote kraan, noem het maar op. En waar alles. Gaat die op dan? Want die op mijn tuinkruiter past dat niet. Die huren we in. En dan kranen we hem erop? Ja, wij hebben met allerlei soorten mensen hebben wij gewoon connecties. Ja. Die kunnen we bellen dag en nacht en dan komen ze. Oké. De echte vraag van de week. Ja. Hoe zit het met mijn contract? Goeie vraag. Mensen, ik zoek nog personeel. Voor 40 uur in de week. Hoef nog geen bergingsopleiding te hebben, maar wel C-rijbewijs. En mijn contract dan? Die ga je niet verlengen. Envelop. Tim Schenk. Ik mag hopen dat er geld in zit. Welkom. Ja? Mag ik blijven? Ja. Inclusief confetti. Die waren. Ja. Tadaa! Grapje! Ik neem hem weer mee. Nee, hartstikke leuk, Tim. Bedankt. Je bent, is dit mijn contract? Ja. Nog even tekenen. Ja, de verlengingsbrief. Oké, we gaan hem tekenen. Hartstikke mooi. Jongens, goed man. Als er nog iemand is die graag bij ons team wil komen, solliciteer. Kan gewoon naar mijn naam, BT. Ja? Ja. Patrick@abarendrecht.nl. Goed. Ja, toch? Wil je bij ons komen werken? Stuur een mailtje. Later. Hij is omgetoverd de laatste keer. Ja. Ah, ziekte aan mijn oren. Hard werk wordt beloond. Ja. Daarom heb ik nu de contract hier in mijn borstzak. Hard werken wordt beloond. Omdat ik altijd zo hard werk. Hij is cameraschuw. Hij staat er liever achter. Ja. Een cappuccino voor die camera, man. Voor en van voren, daar houdt je op van. Kijk, hij gebruikt altijd kopjes. Ja. Dat is goedkoper. Voor het milieu. Ja, voor het milieu. Het zal voor je portemonnee zijn. Ja, logie, hè? Met suiker, zonder suiker dan? Zonder suiker. Wat ja? Ja, baas. Donder altijd broodjes, hè? Is de enige dag dat Patrick wel geld uitgeeft. Daar moet je gretig gebruik van maken. Ik zag wat vliegen. Een playroll. Lekker man, die smaakt ook extra goed. Ik zeg ook tegen mijn vriendin, dat ik ben een luie hond, die smeert altijd mijn brood. Ik zeg, donderdag hoef je geen brood te smeren en dan doet Patrick het. Dan heb je je kopje in de nee, op zout, jij. Ja. Ik wil boven, dat is het niet. Nou. Ik wil zout op. Is muziek al, hè? Koos is nooit meer boos. Come on, man. In de microfoon. Ja, man. Ik weet niet wat tekst is. Ik ging over los, dus staan niet snel alles. Hij loopt liever op sokken, joh, die gek. Ga ik weg? Ja. Waar ga ik heen? Naar de Trentweg. De wie? Trentweg. Waar is dat dan? Hotlek, rij het. Oké, is goed. Ga al. Stuur hem door. Mogelijk letsels. We gaan zo ingehaald worden of politiemotor of eentje van Rijkswaterstaat. Jullie zien dat niet zo heel vaak, maar toch rijden die er regelmatig. Ja, Barendrecht. Ja, Rijkswaterstaat. Ook met blauw. Jaap. Hey. Hey. Hey, die van jou is waarschijnlijk die foto die ding is gestuurd, dus onder de Kallandbrug. Onder de Kallandbrug? Ja, dus niet naar het driehoekje rijden. Oké, okay, is goed. Ja, daar is het niet. Ik heb net geen zin van. Oké. Okay. Ja, ik heb zijn nummer niet. Nou, dat is niet onderweg. Maar ja, die komt net op de motor voorbij hier, met blauw. Oké, ja, die is er onderweg, maar dat zou waarschijnlijk de meeste best zijn. Ja, oké, okay. Is goed. Maar dan rij je gewoon naar Kallandkanaal? Ja. Oké. Okay. Als het nou, mocht je teruggebeld worden en het is toch anders, bel me dan even. 4 minuten verder. Ja, misschien. Thank you, doei. En zoals jullie al vaker hebben gezien ook, we rijden over de vluchtstrook omdat we daar zo snel mogelijk moeten zijn in verband met de verkeersdoorstroming. Die moet natuurlijk altijd optimaal blijven en als wij achteraan de file aansluiten, ja, dan is dat niet optimaal. Dus zo wormen wij ons door het verkeer heen om toch zo snel mogelijk te plaatsen zijn zonder dat wij gebruik maken van blauwe lampen. Maar dus met blauwe lampen mag je overal tussendoor langs enzovoort. En wij mogen dan over de vluchtstrook. Niet zoals hun door het rode licht of zo. Dat mogen we allemaal dan weer net niet.
is dat volgens mij, ik denk dat het politie is. Ja, het is politie. Die, ik weet niet of ze de weg aan het dichthouden zijn of dat hun bij het ongeval zelf zijn. Even kijken hoor, ze zijn de weg aan het dichthouden. Hoe hij hem aan de kant gaat zetten, want de weg moet daar natuurlijk weer dicht. Tenminste, hij is eenzijdig dicht. Vanaf daar kunnen ze wel hier naartoe, maar vanaf hier niet die kant op. Yo, Bruce. Hey, man, Nifon. Yo. Hey, zou je eerst nog even, voordat je deze kant op komt in Vlaardingen, een rondje zien doen? Ik sta nog bij een ongeval, man, die ik nog moet gaan laden en zo. Dus voorlopig ben ik nog even bezig. Ik ben helemaal aan de andere kant van de wereld. Waar sta je dan? Oh, daar. Ja. Oh, je bent op, bij dat ongeval, sorry. Ja. Mijn bergvuur zegt dat je ergens anders stond. En die komt nu terug. Ja. Ja, oké. Okay. Dan kijken we af of jij een vader bij het woord. Want ik moet ook nog iets in Zwijndrecht doen vandaag. Ja, oké. Okay. Ik, als ik daar leeg ben, bel ik je af, ja? Ja, want hij moet voor 8:30 gedaan worden. Nou, dat halen we toch makkelijk? Ja, dat komt goed. Ja, kom wel goed. Ik bel je zo. Hallo. 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 Kan ik gelijk beginnen of zijn jullie nog van alles aan het doen? Ik heb foto's van hem. Ik denk wel dat de weg even helemaal dicht moet dan. Ja, dat is goed gewoon. Ja, nou, wel een service. Ja toch, ja, je moet ook verder gewerkt. Zeker. Ja, kom. Ja, ik weet, is de ambu nog lang bezig denk je? Want die ruimte heb ik even nodig zo. Anders wachten we heel even daarop met dicht zetten. Ja, wacht even op de ambu, want dan als ze klaar zijn, dan kan die gast ook met ons mee. Oh ja, oké. Okay. Even geduld. Ik heb geen haast. Ja, we wachten heel even op die ambu, want ik heb die ruimte van die ambulance even nodig hier. En dan kunnen jullie hem daarna dichtzetten. Ah, we hebben hem goed geraakt. Ja. Ja, ja, Jan. We zeggen misschien heel even wachten totdat die ambu weg is, want die ruimte heb ik toch nodig. Dan hoef je hem niet zo lang dicht te zetten. Ja, wat je wil, maar dat hadden we net met die agenten hadden we het daarover. Oh, kan jij het even dichtzetten? Oh nee. Even wachten op die ambulance dan daarna. Want ja, anders staan we het zo onnodig lang dicht te houden. Maar dit is toch zo'n riem op? Die... Zo draait joh. Ruitsvloeistof. Ja, dit is ruitsvloeistof. Van water, hè, ja. Okay. Hier zitten normaal toch allemaal van die dingen op dat die invuilt? Ja, ingeschoven, ja. Maar waar is dat gebleven dan? Dat is dat ding. Dat is gewoon verplaatst. En normaal staan hier van die... Nee, die zitten niet meer op, dus gewoon een... Die plastic kap die je ziet is het einde, zeg maar. Ja, oké. Okay. Ja. Dat wiel staat goed ver naar binnen. Ja, die doet het niet meer. De velg is gescheurd, zo hard was de klap. Ja, Tim zegt net, ik kan ook even wachten tot de ambu weg is. Ja. Dan kan die erbij en dan zetten we dicht. Ja, dat is best heel. Anders zo onnodig lang dicht. Ja, allemaal boze chauffeurs. Ja, dat zijn ze altijd. Vaak wel, ja. Ja, en dan waren ze allemaal wel aardig hoor. Ja? Ja hoor. Nou, dat is fijn. Dat mag ook wel eens een keer. Was die opeens even blackout gehad of zo? Ja, vertel hem maar hoe je dit voor elkaar krijgt. Ik heb geen idee. Oké. Hier is 60 honderd. Dat is best even gedaan. Hè? Ja, dat wiel staat helemaal naar binnen. Ja. Dus dat wiel gaat ook alle kanten op. Daarom heb ik een beetje ruimte nodig dadelijk om goed te takelen. Maar verder qua elektriciteit is geen probleem, hè? Nee. Als de kooiconstructies heel. Ja, daarom. Het is een zijschermpje. Hier lopen als het goed is. Nee. Nee, hè? Nee. Hier hoeven we geen brandweer voor te bellen hoor. Oh, oké.
voel ik op. Hoi. Ja, dat scheelt weer een hoop tijd. Hè? Ja, zo is het. Zo is het. Dat is een volledig elektrisch dan? Nee, ja, GTE. Nee, de, is hybride. Plaatje, kijk maar. Oh. We wachten heel even tot de meneer is nagekeken door de ambulance. En of er dan bekend wordt of hij meegaat of niet. Want de ambulance staat precies op de plek waar ik eigenlijk wil gaan staan om hem erop te gaan trekken. En als we nou nog even wachten, kan het verkeer vanaf die kant in ieder geval nog gewoon door. Dan hoeven die mensen niet allemaal onnodig lang te wachten. Dus je moet natuurlijk die verkeersdoorstroming zo lang mogelijk, zo goed mogelijk houden. En niet onnodig lang de weg dicht houden. Want ja, iedereen moet dan omrijden en dat schikt voor niemand wat op. Hij staat ook net over het randje. Hij staat net over het randje. Hij staat net niet goed. Denk jij dat we even wat sleutels uit het midden kunnen pakken? Of denk je dat dan die airbags? Of die airbags? Ja. Nee, je kan er gewoon in. Nou, de deur niet hoor. De andere kant. De airbags zijn al geklapt, dus daar hoeven we niet bang voor te zijn. Dit doet het niet meer, meneer. Dan is het testjes, zeg maar. Zo is het later op daar, dan is het van voren gesloten. Dan is het gewoon een zetje, weet ik het niet. Het naar voren zijn gesloten, dat weet ik. Maar waar nou? Daar ben je zo of die soort. Dus laten ze op je stoel tegen krijgen. Ja, dat denk ik, hè. Dat weet ik niet. Wacht, mag ik even bij? Zou ik even kijken? Maar dat weet ik niet. Dus of ze zijn daar nu voor, dat weet ik niet. Deze? Dankjewel. Alsjeblieft. Oké, mooi man. Moet hij nog een kaartje van ons hebben misschien? Dat hij weet waar zijn auto heen is. Ja, anders dan leg ik het vast en dan vertellen de collega's. Oh ja, dat is ook goed. Doen we dat zo. Zou die nog starten? Meestal wel. Nee, alleen dat hij niet meer rijdt verder. Wat een plakkerig zooitje. Oké, okay. Ja, dan mag hij nou inderdaad dicht. Ik denk dat Jan dat net ging doen. Jan, ga jij hem dichtzetten? Ja. Ja, oké. Okay. Ja. Top. Ja, als die ambu weggaat, dan... past allemaal maar net. Of ga ik hem vooruit trekken? Het is zo naar de blub, hè? Oké, okay. Ambu gaat rijden, of niet? Ja, goed plan. Oké, okay, dan kan ik even keren. Ja, en dan... Ik ga wel even op de rotonde keren dan, dat is veel makkelijker. Ambu gaat zo rijden en dan kan je inderdaad omkeren. Ja, dan ga ik daar even keren. Als hij hem heeft dichtgezet, kan ik er precies langs. Ik ga even tegen hem zeggen, nog snel. Jan! Jan! Ik kom zo zelf nog heel even keren daar. Ja? Oké, okay, zie ik je zo. Zo, het is koud aan het worden. Ja, het was een heldere dag en het is nu koud. Ja, dat is wel fijn, ja, ja. Oké, gaan wij de auto vast keren. Nou, ze gaan hem nu dicht zitten, zoals je ziet. En wij gaan even keren, omdat we er dan even goed voor staan. Ik zou hem ook vooruit erop kunnen trekken, maar die draagarm aan de ene kant is zo kapot. Dat ik dan niet echt lekker kan trekken. Dus ga ik voor het zekere en pak ik hem vanaf achter. Qua hoek is het iets minder gunstig, maar goed, dat komt wel goed. Die ambu staat op zijn rem, dus die gaat vertrekken.
eerst even omtrekken. Expres de handrem erop gezet, zodat ik die blokjes eronder kon slaan en de auto kon verschuiven. Nu haal ik de handrem eraf om hem makkelijk erop te krijgen. Maar ik zet hem op de handrem omdat een rollend wiel, dat stuurt niet. Dat klinkt heel raar natuurlijk, want normaal in de auto is dat wel zo. Maar als die geblokkeerd is, dan kan je hem omtrekken en rolt hij, dan rolt hij gewoon apart, zeg maar. In plaats van erop. Misschien een beetje vage uitleg, maar jullie begrijpen ongetwijfeld wat ik bedoel. Gevist ook veel weer in het Kallandkanaal. Altijd hier onder de brug. En met een goede vriend van mij, Brian, en ik weet dat je dit kijkt, hebben we hier nog een keer vastgestaan. Toen had de politie ons losgetrokken. Dus ja, ik heb ook wel eens een berg in nodig gehad. Althans, geen bergen die ons hebben geholpen, maar dat had natuurlijk wel gemoeten eigenlijk. Maar we hadden een hele vriendelijke agent die ons heeft geholpen. Raampje open, kunnen we nog iets sturen. Deze kant kan ik nog wel sturen, andere kant is. Zullen we nog even in de kant bezem, of niet? Ja, lijkt me een goed idee. Ja, ik heb hier ook een bezem. Dat is wel makkelijk, want dan lijkt de volgende er niet ook doorheen. Ja, precies. Anders kennen we daar weer terug gewoon voor lekke banden. Ja, het blijft goed. Ja. Ik vind het op zich wel gezellig, maar... Een keer ander uitzicht is ook niet erg. Nee, daarom. Kijk hoor. Ik heb gelijk schoongemaakt. Goed hè. Laat ze thuis maar niet horen, moet ik het daar ook gaan doen. Wat zei je? Ja, ja, daar ben ik niet zo goed in. Ah, joh, dit is niet glad, het is een ruitenwisselvloeistof. Ja, precies, dat is zo verdampt. Mooi. Mannen service, dankjewel. Zo, heel oud is die auto nog niet, best zonde. Maar goed.
Jack mag vrij. Hij mag weer vrij, ik ga er vandoor. Nou, succes. Kom goed, tot de volgende. Wat zei je? Nee, ik heb een YouTube kanaal over dit werk. Dus ik film waarom mensen bijvoorbeeld niet door een rood kruis moeten rijden. Omdat wij dan hier staan. Zulke dingen. Nou, we gaan met natte neus nu naar de zaak. Het begint koud te worden. Het was vandaag super helder, dus dan is het 's avonds opeens koud. Maar in ieder geval, we hebben hem opgeladen en we gaan weer naar de zaak. Dus ja, we gaan het voertuig afzetten bij ons op de zaak en dan horen we vanzelf alweer waar die naartoe moet. Vet die motor ook, hè? De batterij is leeg. Zo gelijk even vervangen. Soms doet hij dan opeens weer. Vroeger deed hij niet anders, dus mag ook niet echt klagen. Je hebt twee neutraal standen bij die Mercedes. Als je hem op stand 1 zet, dan draait de PTO-pomp niet zo hard. En voor de mensen die niet weten wat een PTO is, PTO staat voor Power Take Off, als ik het goed heb. Dat is in dit geval een hydrauliekpomp die op je versnellingsbak zit. De bak werkt op hydrauliek. Dus zonder die pomp zou ik niks kunnen bedienen. Trouwens, als je nou een vrachtauto hebt met een kraan erop of weet ik veel, dat is altijd allemaal via een PTO. Even kijken, waar heb ik de sleutel gelaten? Ga ik hem eerst even vrijzetten, want dan rolt hij wat makkelijker. Zou mijn afstandsbediening het al doen? Soms doet hij het dan opeens weer. Ik denk het wel. Ja, ja. Daar was ik al bang voor. Abba. Kijk, dat is handig, hè? Nou zet ik dat wiel vast. Als ik nou naar voren schuif, dan blokkeert hij. Kijk, ik kan hem zo helemaal doorschuiven. Zet hem ook expres weer zo neer dat de collega's die hem weg gaan brengen of het andere takelbedrijf dat hem op komen halen, dat hij hem makkelijk in één keer zo erop krijgt. Want als een wiel is afgebroken, dan is het eigenlijk het ideaalste om hem achteruit erop te trekken. Want als jouw voorwiel... Je hebt jouw twee wielen. Als jouw voorwiel is afgebroken en je trekt achteruit, dan draait dat wiel recht. Moet jij hem vooruit hebben, dan gaat dat wiel alle kanten op. Dus daarom trek hem eigenlijk, ik in ieder geval, altijd achteruit de bak op met de wielen zo ver mogelijk naar voren. Dat je maar een klein stukje hoeft om eraf te krijgen. Dus dat is waarom ik het zo doe. Zal misschien de andere bergen een andere manier voor hebben, maar ik doe dat zo, vind ik makkelijk. Hij staat weer. We zijn even een melding naar onszelf toe aan het zetten in Vlaardingen. En dat gaat over een Mercedes Vito. En die moet naar Maasdijk, naar de dealer. Oh, met tussenbestemming bij ons. Dus hij gaat eerst hier naartoe. Of wil de klant onderweg in op de route ergens in Vlaardingen willen afzetten. Nou, we gaan eens even kijken. Ik denk dat dat vast wel lukt. Geen navigatie nodig, want hij staat maar waar je altijd
tenminste waar wij, waar Barendrecht vaak stand-by staat, of zeg ik dat goed? Ja, stand-by is denk ik wel een goede benaming. Bij Vlaardingen Holy, bij de Shell, waar ik zelf ook heel vaak sta met de taco-auto. Dus we gaan die kant op en dan gaan we die mensen verder helpen. Yo, hey, ik moet nog een bandje proppen. Jij? Ja, en daarna kunnen we wisselen. Hoe bedoel je wisselen? Dan kan je in het Zwijndrecht komen. Oh ja, ik ga nu, ben ik bijna in Vlaardingen om die Vito te laden. Om die Vito op te laden. Ja toch? Ja? Ja, dat is goed. Oké. Okay. Spaal 50 km/u. Ja, die bitten denk ik. Zou de sleutel binnen moeten liggen bij de Shell? Hallo. Hallo. Er zou hier een sleutel moeten liggen van een Mercedes Vito. Klopt dat? Ja. Ja? Dan ben ik blij dat je op tijd bent. Wat dan? Wij zijn, ja. Wij zijn altijd op tijd. Ja, nou ja, hij zei van, ik geloof dat ze om 7:45 komen. Ja. En ik zeg, ik ben daar in principe om 8:45. En dat is voor die bus, hè? Ja, voor die witte bus. Ja, helemaal goed. Dankjewel. Ik ga met een berichtje sturen. Yes, super. Hoi. Ik denk trouwens dat hij ook gewoon start uit bijgeluiden van een losse of kapotte multiring. Zolang de distributie niet is, is het niet zo erg. Ja, poelie kapot van zijn multiring, hoor je gelijk. Je hebt je distributie, dat is de riem of een ketting, maar met ketting heb je niet zo vaak problemen. De riem die je krukas en je nokkenas aandrijft en in sommige gevallen ook je waterpomp. En je multiriem, dat is waar deze dus problemen mee heeft. Die drijft je ergopomp, je stuurpomp, stuurbekrachtiging had ik al gezegd, je airco, dynamo, dat soort dingen drijft hij aan. En dat loopt over poelies. En een poelie is eigenlijk niks meer dan een rol waar die dan overheen loopt, zodat hij alles aan kan drijven. Op naar de volgende. Het lossen van deze auto zijn we alweer aan het eind gekomen van de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en dat deze nieuwe soort stijl ook bevalt. Dus vergeet niet te abonneren, te liken. Ik zie jullie volgende week weer. Voor nu, maak het niet erger, Bellenberger. Tot volgende week.